We gaan terug naar de verkeerscontrole door de eenheid Rotterdam in Dordrecht op de Laan der Verenigde Naties. Op het terrein van Rijkswaterstaat heeft de politie twee buitenlanders staande gehouden die worden vergezeld door een minderjarig meisje. Dit lijkt geen zuivere koffie. Wil jij heel even met haar naar achter de bus even wat gegevens noteren? Dat is natuurlijk wel een beetje apart, hè? Jong meisje zo. In de auto hangt een penetrante alcohollucht. Hij drank alcohol. Drank? Ja, alcohol. Is drank? Ja. Ja, wat? Scheiza, kom on. Ja. Ja, scheiza voor haar, pa voor mij. Ik ruik ook wiet. Ik wil toch eventjes... Can I see your bag? Terwijl de bestuurder en de bijrijder worden gefouilleerd, blijkt het meisje niet in het bezit van een identiteitsbewijs. You don't have any special... Nothing. Nothing. Why? If you come abroad? I've forgot in my house. Een vriendje zou de bestuurder zijn. Laat die eens even het adres van haar opschrijven. And your parents know that you're here? No. I want to have the number of your parents. No, we have not. Yes. Yeah, no, but you know the phone of your parents or not? You don't know the phone number of your parents? That's queer. Het feit dat het meisje geen paspoort en een telefoon zonder simkaart heeft, doet alle alarmbellen rinkelen. De agenten twijfelen of de bestuurder inderdaad haar vriend is. Can you write down the name of your girlfriend and her date of birth? What's he know? Can you write down the name of your girlfriend? Gwendoline. Ja. Paar, gie. Kees, draai maar helemaal even om. In name. Ja, yeah, it's your girlfriend, she says. Votre ami. Ja. Een ami, oui. Oui. Ja. Yeah. Only Gwendoline. En when's her birthday? Pardon. Date of birth? Anniversaire. Ja. Anniversaire, ja. Oh, ja. Ja. Is your girlfriend? Ja, dat is toch raar. Oh. De bestuurder en het meisje blijken elkaar toch niet zo heel goed te kennen. Hier is duidelijk iets niet in de haak. What's your real name? And who is Gwendoline? Hallo. No jokes. No jokes. Then you have a problem. Tell him the right story. And I want to see your ID. No jokes. Okay? Het vermoeden rijst dat het meisje slachtoffer is van gedwongen prostitutie. Ondertussen is de sfeer buiten omgeslagen en maakt de bijrijder iedereen uit voor rotte vis. En dan is de politie het zat. De man wordt in de boeien geslagen. Dan moet je zeggen dat ik moeder me geluk, hè? Daar hou ik niet zo van. Deze praatjesmaker wordt afgevoerd, maar ondertussen heeft hij zijn mobiele telefoon in zijn onderbroek weten te verstoppen. Is er iemand handschoenen? Is er iemand geduikt? Ja, ik zei het al. Ik heb het één keer gezorgd. Ja. Zullen we de broek eventjes... Waar gaan we met die telefoon er zo in? Koekenbakken. Telefoon, ja. Merci beaucoup. De rien beaucoup. Goed zo. Monsieur, même je fais du business, c'est pas un problème en Hollande. De man gaat mee naar het bureau, maar ook in de bus maakt hij een hoop misbaar. Ik zal even de VNC gaan. Op het moment dat zij werden binnengebracht, zijn ze aangesproken door de collega's. Daarbij hebben zij een Frans paspoort en een Algerijns paspoort overhandigd. Nou, op een gegeven moment ben ik daar zelf ook eventjes bij gekomen. Ik rook een wietlucht uit de auto komen. Nou, dat geeft voor ons ook weer aanleiding om net even wat verder te gaan. En de overige inzittenden ook naar het identiteitsbewijs te vragen. Dat meisje wat uiteindelijk even uit de auto is meegenomen, kon geen identiteitsbewijs overhandigen. We vermoeden dat er sprake is van prostitutie, dan wel mensenhandel, mensensmokkel. Ja, dat is voor ons toch aanleiding geweest om net even wat verder te gaan en verder te kijken. Nou, de passagier die achterin zat, die begon zich op een gegeven moment ernstig, verbaal, agressief tegen de collega's te gedragen. Nou, daarbij is gepast geweld gebruikt om de verdachte aan te houden. Ze zullen worden overgebracht naar het politiebureau in Dordrecht. Daar zullen ze worden ingesloten. Morgen zal bekeken worden door de unit vreemdelingenpolitie of er inderdaad sprake is van gedwongen prostitutie, dan wel mensenhandel, mensensmokkel. En voor nu gaan we het allemaal op papier zetten.
Terwijl de Algerijnse druktemaker wordt afgevoerd, ontfermt de politie zich over het 17-jarig meisje dat al dan niet het slachtoffer is van gedwongen prostitutie. Ook zij gaat mee naar het politiebureau in Dordrecht, waar de zaak tot op de bodem zal worden uitgezocht.